trok de aandacht. Ja? Ja. Op afstand zagen we dat u wat sneller ging dan de 12 kilometer die hier geldt. Tenminste. Registratiebewijs heeft u niet bij? Nee, dat ben ik vergeten. Spijt. Nee, daar krijgt u een bekeuring voor. Dat is gewoon het beleid dat we deze zomer hebben van ja, geen vaarbewijs, geen registratiebewijs. Ook voor de visserij, als die de papieren niet hebben, het is toch bekeuring. €50 kost het vergeten van het papiertje. Sneugeld, maar agent Martin Donkerbroek moet onverbiddelijk zijn. Dat zijn de afspraken tussen het landelijke korps en de politiekorpsen van Groningen en Friesland. Dat is het beleid wat we met elkaar hebben afgesproken op het water. Ben je aan het controleren en is er wat niet goed, ja, dan kost dat geld. Jullie zijn vrij streng, hè? Dat is omdat er behoorlijk veel overlast is geweest in het verleden. En dat is iets wat we gewoon met elkaar niet willen. We hebben ook een taak op het water. De regiopolitie heeft op dit moment de taak op de binnenwater om te zorgen dat alles daar een beetje gaat zoals het moet gaan. En controleer je daar niet op, dan weet je gewoon dat het, ja, dan wordt het steeds erger. Het zijn vooral de snelle motorboten die de overlast veroorzaken. Met name die boten worden dus gecontroleerd door Donkerbroek en collega Menno Schukking. Beide waren gewoon agenten in Zuidhoorn, maar 12 agenten van die basiseenheid zijn voor deze zomer speciaal opgeleid tot schipper. Zodat er ieder weekend politie op het Lauwersmeer is. Ze controleren op snelheid, vaarbewijs, registratie en meer. Verder, een brandblusapparaatje. Heeft u die bij u? Een reddingsvesten, heeft u die bij u? Nee, helaas. Krijg van mij een bekeuring voor het niet hebben van die drijfvesten. Ja. En zo uit mijn hoofd is dat voor u beter dan dat ik u bekeur voor het niet hebben van het vaarbewijs bij u. Wie van plan is om in een van de volgende weekenden het water op te gaan, is gewaarschuwd.